dan wel afsluiten. Ja. Gewoon een dag zijn. Ja, dan je moet het ontspannen ook, hè. Ja. Salukes. Ja. Salut. Salutjes. Grote cirkel en naar rechts aangelopen. Ja. En klaar. Goed. Maar ze door dat stukje, als hij door dat stukje nog beter los gaat zijn, gaat hij hem ook meer concentreren. En nu voelt hij dat hij zich ook nog gaat sterk maken om dat weg te lopen. Ja, maar rechteraan. Ja. En eigenlijk weer. Je kunt u evenwichtig trainen, op diamant links trainen en op hem rechts trainen. Ga je echt spierballen krijgen om u tegen te zeggen. Goed. En rijd er morgen nog een keer mee. Dat is wel een braaf zetten. Lammeke. Okay. Been. Daar is er aan het einde. Afspelen rechts en rechts. En been. Ja, dat weet je niet. Ja, ik zal rechtdoor. En die kant terug. Binnen, binnen, buiten, tunnel. En nu buiten, tunnel, binnen, binnen, tunnel, binnen, binnen. Ja. Want hij gaat ook op deze kant zo meer verschillende spanning blijven houden, omdat je minder goed kunt stellen naar binnen. Hè. Zij kan eigenlijk gemakkelijk zelf naar buiten kijken, waardoor dat hij eigenlijk op deze kant de hele tijd blijft loeren naar dat ding en op de linkerhand dan hem weer doet. Afspelen rechts. Dat is de losse dat je hem op die kant krijgt, hoe makkelijker ook om hem weg te stellen van iets waar hij naar zit te kijken. Naar beneden land, draai een volte. Tot de 10 meter, ja. En binnen, buitenbeen, buitenbeen. Tik, tik. Ja. Ja, en sturen naar rechts en los. En nog eens. En nog even volhouden, hè, jong. Kom. En linkerbeen. Rechterhand naar beneden. Kom aan. Zo. En rechtdoor. En naar de draf. En grote cirkel. Uit de cirkel van hand veranderen. Kom. Doorgaan. Ja. En klaar. Weg van dat linkerbeen. Door de linkerelleboog. Rechterhand klaar. Kom. Been. Ja. En grote cirkel. Een paar die weglopen, hè, moet je soms eerder een keer been geven. Allee, zeker als ze dat zoals verzet gebruiken tegen u. Ja, been. Nog iets op die cirkel. Nu wil ze liever voorbij de dazenval rijden dan voorbij de katten. Goed. Gewoon doorgaan. Jij hebt die kat ook niet gezien, hè? Jij hebt ze niet gezien, zo. Zie je? Voilà, erg door. En ook die dazenval, eigenlijk zie je gewoon niks. Alleen nog zwak waar je naartoe moet. Ja, en een grote cirkel. Wees maar bij boven uit. Hier op de cirkel, aangalopperen. Gaan we nog een keer een paar foto's in galop doen. Hè.
En als je dat flink gedaan hebt, moet je stoppen. Naar binnen en weg. Ja, nu. Nee, fout. Tik mijn binnenbeen. Tik me terug. Nog eens. Nog eens. Ja, als je het weet. Voilà. Zo. En belonen nu. Ja, voilà. Fout en goed. Weer een groot onderscheid te maken. Open de binnenhand. Stuur naar links alles. Been. Verkouding rechts. Stuur naar links alles. Goed zo. Ga ik gewoon een kleine bal te rijden? Ja. Paar volkens 10 meter. Stuur op links alles. Aan het laag. Been. Goed. Ja. Ik heb de steun makkelijker. Goed. Ja, de rechterkant is moeilijk. Hè. Dus je mag niet meer buigen. En nog een keer een volte. Is dat nu niet leuk, die zijn galop? Is toch veel makkelijker of een andere? Natuurlijk. Kom, binnenbeen. Je rijdt door. Je kijkt gewoon naar de... waar dat je moet. Naar waar dat je moet. Naar de hoek kijken. Nu naar de hoek. Nu naar de kant. Nu wil ik rechtdoor. Ja. Je kijkt altijd naar waar je moet. Ook al wil je paard afleiden en een andere richting, been aannemen. Jij rijdt naar waar je moet. Binnenbeen, buiten teugel, op de kant, ja, naar de hoek en weer een voet. Dat is heel belangrijk met jonge paarden, dat je echt je niet laat afleiden van een sprongske of van een tempo dat ze afpakken. Jij wilt naar de kant, jij rijdt naar daar en nu naar een andere kant. Punt. En daar is geen discussie over. Dat is geen compromis, die moeten dat gewoon doen. Stuur op links en los. Ja, goed. Paard daar, geloof ik, raar. En goed zo. En nu. Hij gaat er altijd wel een beetje attenter moeten op zijn dan met diamanten. Dat gaat nog even duren. Hè. Maar hij gaat ook om een duur beginnen weten dat hij pakt bij u. En hij gaat het ook altijd minder en minder doen. Weet je? Ja. Goed zo. Voilà. Een grote cirkel. Nu zijn we tenminste aan het rijden. Hier, het tweede stuk al van de les. Het eerste stuk dat we eraan te trekken. En aan tegen te houden. Goed. Nu rijden tenminste. We zijn aan het inwerken en losmaken en rondmaken. En aan uw benen op de kant. En zo moet het daar ook gewoon mee rijden. Dat is het.